De OCMW-raad van Nienhoven heeft twee nieuwe wagens aangekocht. Een monovolumewagen en een lichte bestelwagen voor de technische dienst. Het speciale hieraan is dat de wagens rijden op CNG, ook wel aardgas genoemd in de volksmond. Deze beide werden gegund aan de Opel Garage Centraal in Nienhoven. Zaakvoerder Pascal Kraal en OCMW-voorzitter Lieve Meert. Dat zijn twee wagens, alternatieve brandstofwagens, die rijden op CNG of aardgas, dat is beter gekend onder de volksmond. Dat zijn wagens die dus momenteel in de markt liggen, omdat die qua tax enorm goed liggen, dus daar moet geen tax voor betaald worden. Die zijn zuiniger, die kosten minder in brandstofverbruik en daar is momenteel veel vraag naar. Ja, en hoe voelt het dan om door de stad uitgekozen te worden tot de twee beste of goedkoopste wagens? Ja, goedkoopste wagens, dat weet ik niet. Ik denk dat ze de rekening goed gemaakt hebben en dat ze dus eerst milieuvriendelijker bekeken hebben en dat ze gedacht hebben, oké, we gaan mee met de toekomst en dat we dus de wagens gaan bekijken op dat milieu, op het ecovlak. En dat ze dan maar pas naar het prijskaartje gaan kijken zijn en dat ze dan gezien hebben dat dat dus qua tax en zo ook interessant was. En als je die twee bij elkaar legt, hebben ze waarschijnlijk wel de rekening gemaakt, veel beter dan ik, en gezien dat dat dus wel een goede investering zou geweest zijn voor de toekomst. Bij het beoordelen van de offertes is de offerte van deze garage als de meest voordelen uitgekomen. Het zijn twee wagens op CNG, dus dat is op aardgas. En dat geeft heel wat minder uitstoot, fijnstof 70% minder met dan diesel en 30% minder CO2-uitstoot. En het is dan ook een keer financieel voordelig, omdat je een aantal jaar ook geen tax moet betalen, is het eigenlijk voordelig. Na een aantal jaar maken we er winst op, dus is het zowel voor het milieu als voor onze portemonnee goed nieuws. En waarvoor gaan die gebruikt worden op de OCMW? Want het zijn twee verschillende soorten wagens, hè? Ja, die ene is voor de technische dienst en de andere is voor personeel dat naar opleidingen gaat en die dan met 4-5 mensen naar Gent moeten voor een opleiding of zo. Dus voor ons personeel. Ja, en voor in de toekomst zou je nog een samenwerking met de stad nog wel zien zitten? Ja, op dergelijke manier zeker, hè, want wij hebben ook de investering gedaan hier bij ons om elektrische wagens kunnen op te laden. Dus wij kunnen dat ook al. Dus ik weet dat de stad dat ook al gedaan heeft, maar dat er momenteel weinig vraag naar is. Maar het is zo dat de markt momenteel eist dat er dus meer wagens in die orde zullen komen of moeten komen. En dat wij binnen 2-3 jaar ongeveer 30% van die wagens zullen verkopen. Dus wij moeten gewoon mee met de trend, met de markt en wij kunnen niet anders. Ninov Media is het regionale nieuwsmedium voor Nienhoven en de Denderstreek. Tip onze redactie bij nieuwsfeiten en evenementen uit Nienhoven en de Denderstreek op ninovmedia@telenet.be of 0495 69 32 72.